Ik ben Monique, ik ben de campingpastor. Nou, we zijn nu op camping De Rusthoeve in Putten, midden in de bossen. En deze zomer ben ik hier gestationeerd als campingpastor. Een campingpastor is iemand die er is voor mensen met een luisterend oor. En zodat iemand zijn verhaal eens kwijt kan. En misschien een levensvraag op tafel kan leggen. Tussen 10 en 12 uur heb ik dan loket voor levensvragen. Soms wil iemand best eens ergens over praten. En op de andere tijdstippen heb ik altijd de praatstoel klaarstaan. Dus dat betekent dat iemand dus lekker kan gaan zitten. En ja, misschien zijn of haar hart luchten of iets vertellen. Ja, bijvoorbeeld in de coronatijd oudere mensen die de kleinkinderen heel lang niet kunnen zien en daar ongelooflijk veel moeite mee hebben. Maar het kan ook een vraag zijn die wat diepgaander is, bijvoorbeeld over de zin van het bestaan. He, je hebt natuurlijk zeker onder camperaars veel mensen die met pensioen zijn. Die hebben misschien een leven lang gewerkt, hebben een gezin gehad en alles. En het kan zijn dat iemand dan toch een soort van gat komt van ja, waarom ben ik hier? Ben ik nog wel van nut? En die vinden het dan heel fijn om daar eens gewoon over te praten. Ik heb zo'n 35 jaar in het bedrijfsleven gezeten en op een gegeven moment had ik een bore-out. Gewoon tijd voor iets nieuws. En mijn kinderen waren inmiddels ook volwassen, dus ik heb mijn bedrijf overgedragen en ben verder gegaan met vrijwilligerswerk. En op een gegeven moment kwam het campingpastoraat eigenlijk langs. Ik wist niet eens dat het bestond. En toen gingen bij mij allerlei belletjes rinkelen van oh, dat lijkt me geweldig. En zo ben ik erin gerold. Het is natuurlijk duidelijk dat ik christen ben, hè? Dat het woord pastor zegt dat al. Alleen het geloven is niet iets wat er heel dik bovenop ligt in een gesprek. Het is meer mijn persoonlijke drijfveer. Hè? Het is de liefde van God die ik voel voor mensen. Dus dan kan ik ook goed luisteren. Nou, dit is dus mijn camper. En behalve het campingpastoraat, wat natuurlijk vooral buiten is, gebruik ik de camper ook wel voor coaching. En dan rijd ik hem gewoon ergens in de natuur en dat is natuurlijk een geweldige plek. De camper is een Hyundai L1500 en hij is best al van leeftijd. En ik heb hem gewoon via Marktplaats. En het grappige is, ik had een Hyundai auto en daar was ik heel tevreden over. Dus ik dacht, goh, zou Hyundai ook campers maken? Eigenlijk zo is het echt gegaan. Dus ik heb gewoon geklikt op Hyundai camper en ik zag deze en ik was gelijk verkocht. Je maakt hier van alles mee op een camping. Wat wel heel grappig was, ik was op een keer gewoon aan het fietsen door Putten en op een gegeven moment hoorde ik mevrouw pastoor, mevrouw pastoor. Er waren een paar kinderen hier van de camping die mij dus kennelijk herkenden. Ja, dat is gewoon ubergeinig. Hey! Als ik denk aan de toekomst, dan denk ik, goh, ik zou dit eigenlijk liefst eindeloos willen doen. Het is eigenlijk best wel uniek dat je denkt, ja, ik ben helemaal op mijn plek. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gezeten en dan ben je heel erg geneigd om vooruit te plannen, maar dat doe ik niet. Ik leef nu gewoon één dag tegelijk. Ja, mijn droom is misschien om ooit ook in het buitenland zoiets te mogen doen. Dus, nou, wie weet.